Ja, je bent nog niet eens naar beneden aan het gaan, jongen. Je moet wel glijden. Ja? Blijf je niks doen. Nee, het ijs. Ja, nu moet je halen. Vertel. Hey, ik ga niet filmen. Tuurlijk wel. Nu stop met filmen. Oké, ik film niet. Nee, doe. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. Because that's a highway to hell. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turn out to be heroes. So this was an act of terrorism, designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. Kijkers van Harm en Frode en welkom bij deze gloednieuwe video. En in deze video behandelen we de 10 top irritaties aan Lucas Raus. Voor de eerste irritatie wil ik gewoon dat jij even laat zien hoe goed je kan navigeren. Wat is je levensquote? Mijn levensquote, dat is... Ik kan heel goed navigeren. Nou, dat kan echt niet. Is dat niet meer grappig? Dit wordt oud. Oké. Tweede irritatie aan Lucas is dat hij altijd alles volgt wat er in het nieuws is. Vertel mij eens over de Zuid-Amerikaanse coronavariant. Ik volg niet al het nieuws. Maar dat is een irritatie aan jou. Mensen vinden dat irritant. Lucas die lacht altijd om de minst grappige dingen. Kijk maar. Lucas, waar liggen de Cayman-eilanden? Zie, hij moet al bijna lachen. Hier. Bijna lachen. Wat vind jij van Franse video's? Zie, hij lacht al bijna. En het is niet eens grappig. Voor de vierde irritatie gaat Lucas vloggen. Hij kan dat namelijk niet. Hij laat altijd de camera vallen. Oh shit. Oh. Lucas? Harmon. Do you wanna build a snowman? Ja, dat lijkt me wel een leuk idee. Let's go naar buiten. Het is wel koud. Kleed je warm aan. We zien jullie buiten. Kom, we gaan eens een nieuw pool bouwen. Nee, maar dat kan niet. Hoezo niet? Auw, dat kan helemaal niet. Ik sta op een pen. Dit is geen goede... Die heb jij daar neergegooid. Ik heb gewoon mijn bureau. God. Maar de sneeuw is niet goed voor een sneeuwpop. Sneeuwballengevecht. Dat kan ook. Let's go. Kom. Ja, vertel. Hey, ik ga niet filmen. Tuurlijk wel. Nu stop met filmen. Oké. Ik film niet nee, meer. Nee, doe eens. Gewoon laat eens je camera zien. Wat de andere kant. Ja, je bent dat film. Helemaal niet. Oké, nou dan gaan we naar buiten. Oké, ik stop. Het is niet zo raar. Oké, maar wat gaan we nu doen? Sneeuwballengevecht. Ja, we kunnen ook met meer mensen een sneeuwballengevecht. Bel jij Maarten? Nou, weet ik niet of we Maarten gaan bellen. Maar Levi vindt dat vast ook leuk. Ja, maar dan kan ik niet filmen. Waarom wil je per se filmen hoe wij een sneeuwballengevecht doen? Lachen. Bel Maarten. Mag ik Maarten bellen met jouw telefoon? Hoi, we gaan een sneeuwballengevecht doen. Zie je over 10 minuten. Nee, shit, wat doe jij? Nou, perfect. Ja. Nee, sorry van Harmen. Dit is echt... slaat helemaal nergens op dit kind. Jij moet zo werken. Dat wist ik ook. Het is zondag. Wat lieg je? Ja, wat? Maar jij bent christelijk. Maar... Ik ben niet christelijk. Hoezo al mijn vrienden zijn christelijk? Maar... Dus jij drinkt ook alcohol? Ja, nog één. Ja. Ja, nee, had het eerst één. Toen was het uitgegaan of zo. Oh, dat mag je niet op de vlog vertellen. Oké, maar tot later. Oh, je bent er wel een film, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, daar kom ik nu ook pas achter. Ja, maar we monetizen dit gesprek. Maar, joejoe. Ja, dan gaat de vis al keihard wegzwemmen. Die schrik zich helemaal. Mijn vis zou ik gewoon met mijn hand eruit kunnen pakken, zo tam is die. Lachen.
Hij schrikt er niet van als ik mijn hele hand in de hok douw. Voor een nieuw plantje. Eng beest. Nee, hij is gewoon mooi. Is het sluikreclame? Hij wordt helemaal grijs als ik er geen licht bij doe. Is dit Mark Rutte? Nee. Luc, waar is dit oranje ding voor? En wat moet je dan met deze kaart? Gratis gekregen. Die toon, die is geld waard. Is dit Mark Rutte? Dat zijn twee hele bekende voetbalspelers. Er staat zo'n naam bij. Als je even kan lezen. Nou. Wil je even filmen terwijl ik dit ding afdraai? Afdraai? Is dit een selfie of niet? Wat heb jij een leuke vriendin dan die dit aan jou geeft? Ja, dat vind ik ook. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lieve schat, ik hou ontzettend veel van je. Hele fijne verjaardag en tot snel. Mwah. Nou, wie is dit? Veel mensen vragen mij bij dit. Van, joh, wil je een videoboodschap inspreken? Nu heb ik dat gewoon voor iedereen al gedaan. Hoe handig. Nee, dat vind ik wel ook wel. Hoe handig. Wil je die tas meenemen en staat dit? Dat zou ik eigenlijk nu doen. Naar buiten. Het is een logeerkamer. Oh, mag ik hier dan slapen? Nee. Waarom niet? Ik wil logeren. Mag ik een keer logeren als mijn ouders niet thuis zijn? Waar, wat zijn dit nou voor vragen? Alsof ik de baas ben hier. Je mag wel in Tilburg logeren. Maar daar ben ik wel de baas. Alsof ik helemaal op de fiets naar Tilburg wil. Ja. Zie ik eruit alsof ik een eigen trein heb? Dan gewoon illegaal gedownload. Haha, dat staat op vlog. Kijk, ik was net aan het filmen. Hilarisch. Lucas. Een man breekt twee eieren, bakt twee eieren en eet twee eieren. Hoeveel van de zes heeft hij er over? Ik zeg niks. Dat was echt simpel raadsel. Ik wil een gouden bal van Nederland. Leuk! Hey, we hebben nog een makker. Oké, hij gaat nu vallen. Je moet hem een duwtje geven als hij niet valt, oké? Okay? Ik doe hem. Jammer dit. Heel jammer dit. Ik ben zelfs met een duw valt. Nee, hij moet nog even vallen. Okay. Doe maar nog een keer, hè. Ik heb een camera, ik ben ongewapend. Op twee tegelijk? Yes. Ja, eens. Niet duwen dan. Nee, tuurlijk niet. Dat moet nog echt zo duur opvallen. Nee, tuurlijk niet. Niet duwen. Oké, dan gaat skiën dan. Nee. Heel jammer. Je kan echt uren blijven filmen, ik ga niet vallen. Jawel, we gaan gewoon uren blijven filmen. Er was eens een jongen en hij heette Lucas. Mentaal was hij 6 jaar. Hij had een broertje van 28. Dan gaat hij zelf afspringen, dat mietje. Wil je anders even filmen hoe ik val? Ja. Hier. Ja. Oh, moet je even je handschoenen uitdoen? Ja, dat is wel heel koud. Boeien. Dat doe je allemaal voor de vlog. Ja, tuurlijk. Waarom valt hij dan? Ja, jij verdient al met mijn vlog, want jij krijgt heel vaak chocoladerepen. Dus, Dus nu moet ik filmen. Ja. Nu word ik gepromoveerd tot cameraman. Ja, Leon is dat ook wel. Ja, zo naar camera. Niet expres vallen, hè? Ik ben een pro in, waarom dat expert vallen? Waarom gaat dit niet? Omdat jij het gewoon niet... Je moet wel over een pad gaan. Ja. Kijk, hier is het glad. Daar is het niet glad. Oké. Okay. Kijk, ik heb, toen ik 4 was, dus wel heb stel. Ik professioneel gescout voor de Olympische Winterspelen. Dus ik kan nu best wel goed. Zie je? Ja, je moet niet afstappen voordat je uitgerold bent. Oh, sorry. Ik zal het nog één keer opnieuw doen. Voor het beste van de wereld. Zo zie je dat bijvoorbeeld normale mensen minder goed zijn. Er komen er mensen aan. Ik ga bijvoorbeeld gewoon altijd fout lopen.
Nee, even niet duwen. Oké, wacht even. Je bent nog niet eens naar beneden aan het gaan, jongen. Je moet wel glijden. Ja? Leef je niks doen. Nee, het ijs. Ja, nu moet je halen. Zware mishandeling op film. Sneeuwballen. En nu valt het beeld weg. Ik viel ook echt hard. Ja. Mijn wil gewoon niet. Ga gewoon. Nee, nou blijf niet op je bord staan.